Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van 30 november. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven het noorden van Engeland, in onze omgeving boven Denemarken, het noorden van Duitsland, Polen en Tsjechië en Slowakije. In het midden van Europa ligt een hoge drukgebied en dat zorgt al daarvoor rustige condities. Wij hebben te maken met een stroming vanuit het westen tot noordwesten en veel wolken met soms wat lichte regen of motregen, trekt over ons land heen. In het midden van Europa bepaalt dus een hoge drukgebied het weer. En daar is het rustig en vrijwel droog. Met name voor Frankrijk, Engeland, Ierland en de Alpenlanden. Maar bij ons hebben we dus een westelijke stroming: windkracht 3 tot 4 boven land. Overwegend veel wolken vanavond, met soms een spatje regen, maar veel is dat niet. En de temperatuur loopt uiteen van net iets boven het vriespunt in Limburg tot 6 graden op de Wadden en in de kop van Noord-Holland. Vannacht wordt nog zachtere lucht aangevoerd en stijgt het kwik naar 7 of 8 graden in de kustprovincies en boven land ligt de temperatuur tussen de 0 en de 4 graden. En morgen wordt het dan met een uh, noordwestelijke stroming nog zachtere lucht aangevoerd. Het wordt 10 graden in de kop van Noord-Holland tot 5 graden in Limburg. We zien overwegend veel wolken. Het is vaak droog, maar soms kan er een enkel spatje regen of motregen vallen. Ook op vrijdag zien we overwegend grijze luchten met soms een beetje regen, maar later op de vrijdag klaart het van het noordoosten uit op. De temperatuur ligt nog wel aan de zachte kant met 6 tot 10 graden en het waait nog flink vanuit het noordwesten. Maar van het weekend verschijnt er een hoog drukgebied op de weerkaart. Het blijft droog en de zon komt soms tevoorschijn. De temperatuur gaat naar beneden. Zondag wordt het 4 graden en in de nachten is kans op lichte vorst. En als we kijken naar de kans op winterweer. Dan zien we dat de kans op winterweer het grootst is. Voor zondag, maandag, dinsdag en woensdag, want dan zijn de dagen erg koud. Ik ben Diana Woei van weerplaatser.nl